Alles wat roze is, gaan wij voor jou kopen. Go! 10 seconden! Oh. Nee. Okay, dan leggen we terug. Maar waar is Celine? Ja. Dus, oh, en waar heb je te zien? Hallo iedereen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Liana. En Liana is 7 jaar, klopt ja. dat? Ja. Dat klopt. En vandaag gaan we ook een challenge doen met Liana. En niet zomaar een challenge. Liana, wat is jouw favoriete speelgoed? Slijm. Slijm. Ja, had ik wel gedacht. En wat is jouw favoriete kleur? Oranje. Oranje. Oei, 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 oei. Dat hadden we misschien moeten bespreken alvorens we starten met de video. Ja, ik denk het ook. Wat is jouw tweede favoriete kleur? Paars. Oh, oei, oei. Okay. Het wordt beter, hè. Wat ja. is jouw derde favoriete kleur? Oh, yes! Goed zo, Liana. Want vandaag gaan we de challenge doen. Alles wat roze is, gaan wij voor jou kopen. Ja! Ja! Maar natuurlijk gaan we niet zomaar alles kopen wat roze is. Want we gaan ook naar een speelgoedwinkel. En in een speelgoedwinkel zijn er wel heel veel roze dingen. Dat is waar. Dus, Liana, elke keer dat wij in de winkel staan, gaan wij zeggen, nu mag je iets roze nemen en dan heb je telkens 10 seconden om het roze speelgoed te vinden, te pakken en mee te nemen. Woe! Snap je dat een beetje? Ja, maar ik zie daar ook de kleur roze. Ah ja, dat is... voor ons hangt hier dus een banner omhoog met eigenlijk allemaal verschillende kleuren. Zou nog een mooie thumbnail zijn eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Veel kleur. Ja, is wel leuk. Ja, maar vandaag is het dus roze. Maar Liana, voor we naar binnen gaan, voor hoeveel likes gaan we? 20.000 likes! Okay. Lukt wel, lukt ja. wel. Okay, 20.000 likes, jullie kunnen dat. Ja. En vergeet ook zeker niet te abonneren op ons kanaal. Ja. Want ik denk wel dat we deze week de 555.000 abonnees gaan halen. En dan is het tijd voor de giveaway. En zoals gezegd, die komt op wieltjes. Anyways, gaan we naar binnen? Ja. En dit is dus Liana van dichtbij, anders zien jullie haar van zover. Ja, echt een mooi meisje. Dank je. We zijn net binnen. Ja. En even voor alle duidelijkheid, we staan in de meest roze gang van de winkel. Ja, echt hier wel. Is echt alles roze. Ja. Maar Liana, hier gaan we niet beginnen, dit is iets te makkelijk. We zoeken ja. een andere gang. We staan nu in een random gang, dus alles kan. Liana, heb je al iets gezien, denk je? Ja. Wees Oei. Snel, want 10, 9, 8, 7, Oei. 6, oh. oh. Wat heb je? Oh! Wat is dat? Wat? Het is wel roze. Het is roze, inderdaad. Goed gedaan. En binnen de tijd. Maar oh, wat is er? Wel... Ik heb nog geen antwoord gekregen. Ik weet het niet. Er staat op Jigglypuppy. Kan jij uitleggen, Liana, wat het is? Ik denk dat het zo'n stresshond is. Een stresshond? Ik weet niet of dat bestaat. Ja, dat bestaat vanaf vandaag. Oh. Maar misschien hebben we een mandje nodig. Ja, en hier staat er try me. Je moet op de neus drukken, denk ik. Oei. Oh, er gebeurt niks. Nee, misschien moeten er nog batterijtjes in. Ja, dat kan wel. We hebben iemand die op de foto wil. Superleuk. Ze heeft wel geen roze vest aan. Dat is geen probleem. Kom er maar bij. En je wil een shout-out doen ook? Naar Lieke van Koppenolle, mijn kleine zus. Oh, okay. Dat is wel lief. En nog een foto? Ja. Okay. Oh, wow, 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 wow. De cover van je gsm is roze. Ah, dat was bij onze challenge. Yes. Wil je die meenemen naar huis, naar gsm? Nee. Okay. Dank u wel. Alsjeblieft. Ja, de groeten, hè. De groeten, hè. Ja, salut. Salut. Je had bijna een extra gsm, hè, Liana. Wel lief dat ze zijn mee, natuurlijk. Ja. We staan nu in het midden van de hang. Heel veel opties. Yes. Liana, ben je er klaar voor? Nee. Go! 10 seconden. Kom. Oh, ja. Oh, ja. Maar wacht eens, wacht eens, wacht eens, wacht eens. Is dit roze roze? Kijk, kijk, kijk. Dit is roze roze. Nee, dat is wel roos. Dat is ja? een ander soort roze, maar het is wel roze. Maar ook hoor. Zwart. Ook zwart, maar ja. Nee, de hoofdkleur moet roze zijn. Ja, en dat is het wel. Okay. En dat was echt snel. Hou je van voetbal? Ja. Ja, ja. Oké, okay, dan is het goed. Of wat is het voor je broer? Ik denk niet dat hij roze leuk vindt. Maar wel voetbal? Ja. Wat is jouw naam? Kasper. Top. Alsjeblieft. En wat ga je nog doen vandaag? Gewoon een beetje thuis puzzelen, denk ik. Alright. En wil je shout-out doen naar een vriend, vriendin? Naar Laura. En Laura heb je ook al gezien bij Tessa Willard. Ah, is het waar? Oh. Ik zit in mijn klas. Ah, tof. Doe haar de groetjes. Ja. Lara, als je aan het kijken bent, je doet het goed. Blijf voetballen. En nog iemand? Lars, mijn vriend. Laura en Lars. Oké, okay, ja. top. Wat is jouw naam? Kimberly. Kimberly. Alles okay. goed bij jou? Ja, met jullie. Ja, alles dank goed. Je wel. En je hebt wel een roze muts. Oh. Liana, wil je haar muts? Nee. Nee?
Je mag wel ooit eens ja zeggen, hè? Die mensen geven dat graag, toch? Ja. Stelen. Stelen? Nee, nee, niet als het met toestemming is, hè? Alsjeblieft. Voilà. Je hebt wel echt een coole muts. Alle foto's terzijde. Liana heeft wel 2-2. Ze doet het echt supergoed. Die bal was echt snel gevonden, hè, Liana. Je hebt goede ogen. En nu mag Celine jou helpen. 10 seconden voor jou om iets roze te vinden. Dat is echt makkelijk, 7, Liana. Wat wil je? 3. Twee. Deze? 1. Je hebt niks. Ja, je hebt iets. Tada. Oei. Vind je dat leuk? Nee. Okay, dan leggen we terug. Dat nemen we niet mee. Ben je geen fan van Barbiepoppen? Vroeger wel, maar nu niet meer. Nu ben je daar te groot voor, hè? Ja. Ja, dat vind ik ook wel. Ik vind het momenteel iets te makkelijk voor Liana. Oeh. Maar we gunnen haar nog 1 ronde in de rozengang. Nee, wacht. 5 seconden dan. 5 seconden. Ja. Oké, Liana. Ben je er klaar voor? Ja. Go! Oh. Nee, maar hoezo? Oh. Ze weet stiekem alles al staan. Ziet het? Ja, ze... oh. Hoe vaak ben je hier al komen winkelen? Maar 1 keer. Oei, maar 1 keer. En wat heb je nu? Oh. Een eenhoorn-ei. Wow. Eenhoorn-ei. Het ziet er wel leuk uit, om eerlijk te zijn. Hondenstressbal. Het zijn altijd dieren. Het zijn allemaal speciale dingen wel. Yes. Maak het eens zien. Toon eens de voorkant. Wow. Mooi. Liana heeft ons ook verteld dat ze enorm veel van Lego houdt. Achter ons staat het vol met dozen Lego. En om eerlijk te zijn, heb ik nog nooit zo roze Lego-blokjes gezien. Ik ook niet. Maar nu zie ik er wel een aantal. Oh, moet ik zeggen. Zoals hier op die doos. Staan er roze blokjes? Ja. Er is wel heel veel. Kijk, Liana, dit is een cadeau van ons. Je krijgt hier 10 seconden om iets roze te zoeken. Ja, daar is er ook. Maar nu is ze al aan het spieken, dus ik denk dat we gewoon gaan starten. Go! Oh, ze hadden daar. 9, 8, 7, 6. Ja, je hebt nog 5 seconden om te veranderen, hè? 4, 3, 2, 1. Ga je niet veranderen? Nee. En wat is het geworden? Een prinses. Oh, en had je dat al thuis? Nee. Is het roze genoeg? Ja, dat is wel de vraag natuurlijk. Mag ik eens de doos zien? Ze stond hier zo, dit is roze. Ja, 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 maar dit is niet roze. Froze. Wat? Dat zijn frozen? Ja, ja. Frozen. Als je blasteen schaar wint, ja, dan krijg je het. Bladsteenschaar. Bladsteenschaar. Je hebt geluk hè, vandaag, Liana. Dit je is eerlijk gewonnen. Huppakee. Dit wordt echt een roze kar. Ja, ik denk het ook wel. Ja, de kar is wel blauw. Ja. Die vonden we niet in het roze. Het een beetje metaal. Metaal ook, ja. Ja. Wat is dit? Oh my god. Maar wacht, ik heb een challenge voor jou. Ja. Je hebt 10 seconden om iets roze te winnen. Ik heb een rode kar. Dat tellen we niet. Nee, wacht, 10 seconden. Je seconden zijn al beter. Hè? Wajo, nee. Wacht. Nee, ik ben iemand die alles terugzet. Wajo. Nee. Dit is echt... Ja, en dit nog 10. Niet. Dit nog niet. Nee. Ik zet alles terug. Nee. Mijn challenge begint niet. Ja, zeg maar. Yes. Ja. Jij mag aftellen, Liana. 10. 9. Dat is niet eerlijk, hè. Kijk. 7, 6. Oh, maar waar gaat het? 10. Oei. 3. Oh, 2. 1. Een roze bal. Oh, telt het, Liana? Oh. Ja. Mooie trucjes, hoor. Liana, wat ga je doen? Je bal nemen! Je hebt nu 2. Wow! Dat was echt een mooie bal. Je bal is weg. Nu we hier toch bij de voetballen staan, tijd voor een challenge. Liana, als ik de bal naar jou gooi en ik zeg kop, moet je de bal vangen. Als ik zeg vang, moet je koppen. Snap je het? Oké, top. Succes, klaar? Hè? 3, 2, 1, kop! Nee. Je hebt hem vangen, hoor. Vangen! Oké, nog eens. 3, 2, 1, vang! Nee, kop! Vangen! Oei! Jeze! Kom, doe maar! Vangen! Oh. Hier, hoppa! Vangen! Liana, ik vind wel dat je iets beter mag gooien, hè. Vangen! Nee, koppen! Ja, oké. Laat deze challenge voor wat het is. Eigenlijk heb ik al voetballen genoeg thuis. Ze heeft er ook al eentje, hè. Dus. Ja, voilà. 10 seconden, go! 10! We praten veel te lang. Hè. Ja, inderdaad, man is dus wel aan het kijken. Maar die is mooi, wow. En die is echt wel roos. Vind je die leuk? Ja. Oké. Liana, nieuwe afspraak.
We staan in een gang met heel veel dingen voor baby's. Ja, inderdaad. Zodra je tijd ingaat, mag je niets nemen uit deze gang. Oeh. Oké? Je bent nu al aan het spieken daar, ik zie het wel, maar je mag niets nemen. Dus vanaf nu, 10 seconden, go! Oh, het gaat al heel snel. Oh, dat is hier dan. Wat? Die. Oh, die knuffel, deze? Ja. Wow! Liana, hoe vaak ben je al in deze winkel geweest, echt waar? Maar één keer. Eén keer. De waarheid komt uit de kindermond, zeggen ze dan, hè? Hij stond daar inderdaad. Ja, dan valt het inderdaad wel op. Zoveel en er is superveel rozen. Ja, dat is ook waar. Daar gaan we niet over discussiëren, dat die rozen is. Volgende man die op de foto gaat, wat is jouw naam? Sam. En wil jij een shout-out doen naar iemand? Jani. Naar Jani. Oké. Daar foto? Ja. Voilà. Ja wel of ja niet? Ja niet. Oké, flauwe graf van mij. Ah, je bent aan het filmen! Oh, dit is wel echt afzetterij, vind ik. Ik heb echt nog een leuke challenge. Ja? Voor jullie twee. Oeh. Liana, je bent al stiekem aan het rondkijken en aan het lachen, ik zie je wel. Nee, heel makkelijk. Wie als eerste van jullie twee iets roze vindt, wat je kan gebruiken natuurlijk, mag het houden. Go! Wie als eerste iets vindt... Ja, wat je kan gebruiken. Ik heb iets roze, maar ik kan het niet gebruiken. Nee? Wat is dat, Liana? Ik heb geen idee. Je hebt geen idee? Nee, dat is al genoeg gezegd. Je hebt geen idee. Je mag nog zoeken, hè, Liana, iets anders. Celine heeft nog niets. Waar is Celine aan het kijken? Nee, Celine heeft ook nog niks. Liana, oh, heb je iets? Ja. Maar nu ben je aan het spieken wat dat is. Nee. Weet je wat dat is? Nee. Oké, dan ben ik terug bij Celine. Waar is Celine? Nog niets gevonden? Nee. Kan je niet gebruiken. Nee, kan je niet gebruiken. Maar waar is Celine? Ja! Om cupcakes te maken, hè? Oh ja. Altijd prijs, Liana. Kijk, Celine staat daar aan de kassa. 1 euro voor jou. En als je iets roze pakt, dan mag je het houden. Oké? Okay? Yes. Iets roze en je mag het houden. Oh. Ja, we gaan eens kijken. Het is een pizza. En mag ik het eens zien? Nee, het is niet roze. Het is niet echt roze, hè? Yes, het is precies een meet and greet hier. Ja, we delen hier aan de lopende band foto's uit. Het is wel leuk om nog eens mensen te zien. Ja, dat doet wel deugd. Zo. De fans, de lieve woorden, doet echt deugd. Zeker. En we gaan nu nog even naar binnen. Ja, want klopt. Iemand van Dreamland is buiten gekomen. Omdat er iemand binnen staat die graag een foto wilde, maar ze durfde het niet te vragen. Dus we gaan nu terug. Voilà. Deze dame heeft ons bediend aan de kassa. Wat is jouw naam? Rune. Je bent wel 3 producten vergeten te scannen. Oeps. Ja, nee, maar dat is geen probleem. Dat is geen waar verhaal, duidelijkheid. Top. Alsjeblieft. Dank u wel. En veel succes nog. Dank u wel. Werk hier graag. Super graag. Ja? Voilà. We gaan even reclame maken, hè. Dreamland waren hem. Hoi. Liana, ik heb een challenge voor jou. Ja. Beschrijf Celine in 3 woorden. Lief, mooi en cool. Oh, dank je wel. En nu zonder liegen? Lief, mooi en cool. Oh. Alright, we zitten terug in de auto. Ja. We zijn nog even daar binnen geweest. Super lieve werknemers hier inderdaad. Trouwens. Anyways, Liana, ben je blij met al jouw roze dingetjes? Heel super, super blij. Geel of roze blij? Anyways, hopelijk vonden jullie het ook een super leuke video. En het is aan Celine om de outro te doen. En jullie weten het, tot morgen om 4:30 in een nieuwe vlog. Wat jongens? Dat is niet goed. Celine die denkt, ik ga gewoon Michiel zijn move nadoen. Doe maar. Oké, tot morgen om 4:30 in een nieuwe vlog. Peace. Mooi. Kan jij nou, Liana? 4:30 Een nulleke. Ja. Peace. Ja, nog even oefenen, maar komt helemaal goed.